Zo, Harold ligt nog op zijn favoriete plekje voor vandaag. En hij is inmiddels bezig om het vervelende benzineslangetje, wat natuurlijk op een onmogelijke plek zit, nu te vervangen. We hebben een nieuw stukje benzineslang afgesneden en twee nieuwe klemmetjes gepakt. En nou moet dat daar... Ik zal eens kijken of dit überhaupt zichtbaar is voor de kijker. En daar probeert hij met zijn vingers, want ik kan dit nu beter zien op het scherm dan in het echt. Ja, kijk, dit is net als in de operatie. Ja, dit is de operatie. Dat aan te prutsen, zeg maar, zodat dat weer vast zit. En ik ga het klemmetje er even afhalen. Ja. En je gaat er wel lastig weer op, hè? Nee, ik ga hem er niet afhalen, maar ietsje verschuiven. Ah, okay. In de zin van hier even weghalen. Ja. Ik denk het... Waar je nu ziet, waar die zit met zijn handen, is boven de Ferromatic. Hè? Dus die grote lichtgrijze wielen. Dat is in feite de Ferromatic. En nou, we hebben wat spullen gedemonteerd, zoals die plastic kappen die er normaal overheen zitten. Dat is allemaal op zich bedekt, normaal gesproken. Nou, er valt een onderdeel, maar een schroefje. Nou, dit is nog even een gepiel, zullen we zeggen. Zoals je ziet is de tank nu weg. Je kijkt nu tegen de bodem van de auto aan. En de tank die hebben we, die staat nu hier even. Dus die hebben we eraf gehaald, helemaal. De tank is verder helemaal prima. Heb je een tangetje voor mij? En nu vraagt de dokter om een tangetje. En wat voor een tangetje, dokter? Een met een platte kop. Waar ik het leidingje even mee vast kan houden. Ik zal eens even kijken wat we hebben. Nou, loopt u even met mij mee naar afdeling tangetjes. We gaan eens kijken of hij een dikke of een dunne wil. Hè? Ik heb zitten twee smaken, Harald. Gewoon een combinatietang of een of die dunne. Thank you. Nou, dus hij is nog even aan het pielen om dat slangetje erop te peuteren. Als die erop zit, dan kan de tank weer die kant op. En dan moet dat uiteindelijk hier natuurlijk weer aangemaakt worden. Hier komt de benzineslang op deze benzineleiding uit de tank. En dan schroeven we hem, die tank er weer onder. Dat is eigenlijk heel simpel. Nou ja, die zit gewoon met vier dikke bouten aan de auto vast. En dat is heel simpel. Zelfs de vulopening heeft geen eigen bevestiging. Die zit gewoon vast op de tank. En, dus het is puur simpel. Nou, wordt vervolgd.